bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Ad Verbrugge. Ad. Hey Marlies. Ik ben een beetje meetrots ja. op jouw boek. Ja, leuk. Toen ik helemaal niks aan mij gedragen. Dus weer even jouw boek. Maar wat ik zo uh, bijzonder vind, uh, de gezagscrisis, filosofisch essay over een wankelende orde, dat is gelijk best hoogdrempelig. Ja. Uh, dit, 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 je moet ook best wel wat werk verrichten, zeg maar, om het te lezen. Dat uh, sowieso ja. denkt misschien toch voor mensen ook filosofie best hoogdravend is of ingewikkeld. Niet hapsnap. Ja. Uh, het is ook diep denken, toch? Ja. Is diep nadenken, vertragen. Uh, het is anders lezen. Het is anders, ja. En dat, ja. dat is ook hè, wat je, waar je toe oproept. En dat is ook het mooie. Maar jij als Cultuurfilosoof, als ik het goed zeg. Ja. Jij hebt er ook een hele lijn in van films, waar je naar verwijst. Ja. En uh, muziek. Ja, films en muziek, ja. Films en soms muziek. Televisieseries. Ja. Soms ook nog wat literatuur, soms ook wat filosofie. Dat is eigenlijk het tweede deel, hè, het essay. De, 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 daar zitten meest, uh, uh, zit de meeste verwijzingen in naar, laten we zeggen, cultuuruitingen. Uh, en, en dat is ook bewust, eh, dat het, eh, draagt de titel, hoe zijn we hier terechtgekomen? En ja, daar probeer ik ja, eigenlijk bes, beschrijvend eh, iets van um, ja, de eigen aard van een, ieder decennium vanaf de jaren 60 uh, uh, ja, voelbaar te maken. Een tijdgeest. In, inleefbaar, iets van, een, uh, ja, iets van een tijdgeest zou je kunnen zeggen. En, en daar trek ik natuurlijk uh, mijn eigen lijnen in. Het is, niet, het is niet zo van, nou ja, dat is het dus. Nee, ik trek een paar lijnen. Uh, waardoor je uh, zaken wat beter kunt begrijpen, uh, lange onderstromen kunt, uh, kunt zien. En uh, ja, die vertellen iets over uh, een jeugdcultuur, ik denk aan de, de 60s. En, en, en bijvoorbeeld veel popmuziek is natuurlijk vaak in de, in, in de jeugdcultuur aanwezig. Uh, en, maar, maar tegelijkertijd uh, pak ik ook andere politieke, uh, soms sociaal, grote politieke ontwikkelingen of sociale ontwikkelingen. En, en, en samen krijg je dan een soort beeld van wat er gist in zo'n uh, periode. En inderdaad, de, 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 de geest van een tijd. Om, om, om uh, ja, in zekere zin duidelijker te krijgen waar wij nu zitten. Hè? Wat, 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 het, wat cultureel gesproken dan het voortraject is. En, en, en wat voor soort filosofisch gezien, wat voor soort motieven je daarin uh, tevoorschijn ziet, uh, ziet komen. Ja. ja, maar ik denk dat, dat mensen misschien niet altijd zo naar nee. muziek luisteren... Nee. of niet altijd zo naar een film of een serie nee. kijken. Dus uh, Dirk heeft een geweldige playlist gemaakt op Spotify. Ja, het was jouw idee, hè? Ja, het was... Het was uh, ik geloof, Ewald zei het bij de presentatie en jij had het zelf ook. <laughs> ja. Van, uh, ja, er zit eigenlijk zo'n zo uh, rijke, rijke verwijzing in... naar allerlei dingen uit die cultuur. Laten we er een... Uh... Een, een playlist bij doen. Ja. Dus ik, ja, ik vond het een prima idee. Dus ik vind het mooi dat dat gebeurd is. En je staat er dan ook weer van te kijken... waar ik allemaal naar nou verwijzen aan? Want ik heb, ja. ik, ik heb het midden uit mijn hoofd gedaan natuurlijk. Gewoon, uh, gewoon goed nadenken. Wat, wat, wat speelde er in die tijd? En dan zoek je wat op. En, en zo, zo schrijf je dan zo'n zo tekst. Ja. Deze, ja. ja, ik denk voor jou vrij associatief. Ja. Um, maar het is een geweldige playlist geworden. Dus in de link... Ja. Uh, kunnen mensen hem uh, nu uh, op Spotify beluisteren. Ja, dat is echt ik... iets voor de zomer, hè? Echt iets voor de zomer. Ik heb het ja. zelf ook de afgelopen dagen gedaan. Uh, um, en op YouTube uh, de, uh, de filmfragmenten, zover ja. als dat kon. Of een trailer. Of... Ja. Um, en ik denk dat het leuk is dat, dat we daar misschien een paar uitzendingen over gaan maken... en dat jij ons een beetje meeneemt daarin hoe je dan zo'n muziekstuk kan zien. Of... Ja. Een fragment of waar jij naar, uh, naar verwijst. Um, en dat mensen dus nu zich nu ook al een beetje kunnen gaan voorbereiden. door die film misschien weer opnieuw te gaan zien deze ja, zomer. Of die playlist door te nemen. Uh, ik zag ook wel een soort rode draad, maar dan gaan we misschien op een gegeven moment wel uh, bij, uh, bij uitkomen. Want dat zegt zegt ja, natuurlijk ook weer veel zeker. over jou. Dat, uh, van Dit hoe... is geen objectieve beschrijving. Nee. Ik kruip in een als verbrugge kruip ik in die tijd. En, ja. en... en hoe het bij jou is overgekomen? Ja, dus het, het, het woord resonantie is een, neemt een belangrijke plaats in in mijn boek, sowieso wel in mijn, uh, in, uh, mijn denken. En resoneren dat, dat doe je niet alleen, maar dat, 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 dat is een resonantie tussen mensen. Zoals je dat in het klein kunt hebben, wanneer je verliefd wordt. Of in, in, in het groot wanneer je ja, naar, een, 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 naar een popmuziek luistert of een festival bijwoont, of dat iets aanspreekt en dat het. Uh, waardoor je in een bepaalde uh, ja, energie terechtkomt en, en je, je, je gaat je op een bepaalde manier gedragen, kleden, uiten. Uh, nou ja, zoals, zoals gezegd, dat zie je in het kleine, maar dat zie je ook in het groot. En, en dus die resonantie uh, dat zegt iets over uh, ja, wat er leeft en wat, er, wat, er, uh, wat zich dus ma manifesteert. Maar wat, wat ik er aan tres, interessant uh, aan vind. Uh, ik lees graag uh, filosofie en wat moeilijk werk. Ja. Maar voor veel mensen is dat toch te hoogdrempelig. Ja. En dat we misschien op deze manier wat speelser uh, door jouw uh, boek ja. heen uh, kunnen. Ja, ja, je kunt. Het je kunt, je kunt, staat ook aan het begin. Je kunt, je kunt ook met deel 2 beginnen. Uh, dus deel 2 is, is eigenlijk het meest toegankelijk, uh, denk ik. En, maar je ziet toch wel een hele lijn door. door dus ik, ik heb daar een motto van Hegel ook: filosofie is haar tijd in gedachten gevat. Hè? Dus dat, dat gebruik ik ook echt. Dat, die, die, uh, dat is een typische vorm van filosofie. En ik, ik heb ook daarnaast natuurlijk allerlei andere uh, filosofische interesses, maar die uh, bezinning op de tijd, gewoon nadenken over de tijd en hoe je, die, hoe je de geschiedenis kunt begrijpen. Dat is voor mij een heel belangrijk uh, ja, onderwerp. En, en dat moet je, je moet die geschiedenis op, eh, niet als geschiedkundige uh, beschrijven, maar op een filosofische manier. En, en uh, ja, daar zit dus to toch meer uh, de claim in dat er ja, iets, iets van um, motieven zichtbaar zijn, of tendensen, uh, die, 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 um, uh, uh, die je niet kunt begrijpen als een soort. Uh, Causale patronen van dit veroorzaakt dat of dat veroorzaakt dat. Dus ik, ik probeer te laten zien hoe dingen opkomen en eh, veranderen en, en dan weer zich op een andere manier manifesteren. Dat is, eh... Nou, eh, een van die fragmenten is eh, Apocalypse Nou. Ja. Dat eh, nu ontschiet me net even de regisseur. Uh, ik heb, ik heb... Francis Coppola. Coppola. Uh, ik weet wel toen ik die zag als student dat dat nou ja, alsof er zo. Een soort vrachtwagen over me heen kwam zo'n grote impact en indruk ja. maakte die. En dat is ook precies natuurlijk omdat hij daar ja, iets, iets deed wat nog ja, wat of de tijd valt of resoneerde, maar het maakte een verpletterende uh, indruk. Ja. En dan heb je ook de doors daar, of de end en uh, de, de intro van, uh, ja, van hoe de, de film begint, begint, begint. Hè, eigenlijk. Met, uh, uh, die die uh, uh, luitenant in de hot hotelkamer die, uh, die wakker wordt, en dan uh, ja, eigenlijk een soort uh, half uh, wa waanzinsaanval uh, krijgt. En ondertussen hoor je inderdaad uh, de tonen van uh, The Doors, The End. En, uh, ja, dus ik, ik, ik heb dat uh, natuurlijk uh, ook, ook opgenomen om. Uh, uh, zeg maar die overgang van de jaren 70 naar de jaren 80 uh, uh, te, te markeren. Ik kies onder andere die film. Uh, uh, het, het motief is dat uh, de doors uh, uh, doorwerken. Uh, dat is, uh, die, die, die werken nog heel lang door. Uh, in, in de, en, en wat mijn, uh, mijn, 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 mijn grotere bedoeling is uh, van, van die lijn, is om uh, te laten zien hoe. Uh, ja, ...de jaren zestig altijd al twee gezichten hadden. Ja, dus je hebt... Uh, ...de ene kant heel erg... ...de, de bevrijdingsgedachte... Uh, de, 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 ...de... ...echt de omslag in de tijd... ...die... Uh, die, die, ...die bijna... Uh, een, een, ...een overgang is... ...naar een soort, soort heilstoestand... Hè? ...denk aan de... ...de, de beweging, de, 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 ...denk aan flower power... En, uh, Are you going to San Francisco? Ter plekke komende alweer andere nummers die ik helemaal niet heb genoemd. Maar ik laat dat beginnen. Met, dus dat die omslag in de jaren 60 plaatsvindt. Laat, ik laat dat beginnen met, met Dylan's um, uh, The Times The Hour Changing. Maar laten we eerst even naar ja. het fragment uh, kijken van Apocalypse uh, Nou. Ja, dat is goed. This is the end. beautiful friend This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or no surprise. Ja, ja, nou ja heel, heel, heel indringend wat je, wat je zegt. En, uh, uh, ja, dus, dus, dus dat die muziek van de Doors daar uh, zo'n rol speelt, is, is natuurlijk niet voor niets. Uh, dus het is dus, sowieso Coppola, uh, is, is natuurlijk opgegroeid in, uh, in, in, in die periode. Uh, uh, je hebt de jaren zestig uh, zowel natuurlijk met, wat ik al zei, zo even die... die die flower power, die, 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 die. maar je hebt ook meer die donkere kant. Die uh, uh, bij uitstek wordt belichamd, ik noem verschillende bands, hè, maar de uh, uh, Doors. Uh, maar, maar het geldt ook voor de uh, Velvet Underground veel, veel duisterder lijn eigenlijk. En um, die, die, die ook ambivalent, veel ambivalenter is over die bevrijding. Eh, dus, dus ik schets natuurlijk de aanval op het gezag, de gezagscrisis. Uh, eh, ik, ik noem Dylan, die, die, die voelt hoe daar die tijd uh, aan het schuiven is. Eh. In the times they are changing. En dat, dat aankondigt. Eh. Come get around people. Hij gaat zijn. Uh, uh, admit that the waters around you are, are, are grown. And, and, and soon you will be drenched to the bone. So you better, dus je, je moet leren zwemmen, want het, 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 er komt een vloed aan. Eh. Dat is de, en met de Doors uh, ja, schets ik eigenlijk dat die vloed. dat is niet alleen maar dus het, het wegvallen van die bestaande orde. daar zit ook iets, uh, iets heel donkers in. waarvan van de ziel? Ja, nou ja. Uh, Apocalypse Nou is natuurlijk ook. Uh, uh, een soort van herinterpretatie van, 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 van Heart of Darkness, van Conrad. Dus daar, daar zit. Uh, ja, daar, daar, daar wordt al gespeeld met. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, een, een bepaalde opvatting van, uh, van, het, uh, van, van Afrika, van de jungle, van de, een kant van de mens, uh, of, of misschien wel van de Europe Europeaan, en zo zou je het ook kunnen, kunnen zien, in ieder geval die uh, te maken heeft met, met uh, de krochten van de ziel, de duisternis, de... Zo heb ik hem toen heel erg ja. opgevat. Die, ja. De duisternis van je eigen brein, de demonen. Die... Ja, absoluut. Maar ook, ook dat die waanzin, dus ook in die oorlog naar boven komt. Hè. Dat is, ik denk dat dat nu op een heel andere manier ook weer gaande is in de Oekraïne. Hè. Want hè, we sturen al die jongens natuurlijk ook naar een front. Maar dat is wel een duisternis waar ze. Dat is natuurlijk gewoon een hel. Hè. En, en, en daar in, in Apocalypse, Apocalypse Now: dat is, een, het is een openbaring. Eh, waarin, waarin in zekere zin wordt neergelegd wat, wat er speelt. En uh, ja, je ziet daar gewoon uh, hoe, hoe de Westerling eigenlijk tot waanzin uh, gedreven is. Hè? En uh, hoe uh, Captain Kurtz, uh, ja, de, de, een, een top uh, 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 militair, uh, hoe, hoe die uiteindelijk dus, dus uh, ja, het spoor bijster raakt. En. en uh, in, in een soort sectenachtige uh, uh, commune, uh, nou ja, of terechtkomt of mede sticht, maar waarin je allerlei hele archaïsche oude elementen ziet van van wat ze dan ook nu uh, uh, dus die 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 uh, echt de de pre-moderne, maar voor een deel zelfs een vegeta vegetatieculte, waarin uh, 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 je moet een leven uh, nemen om het leven te krijgen. Dus dat zie je vaak in, ook in die landbouwgodsdiensten. Nou, dat, daar eindigt het ook mee. En ook, ook met de eigen onthoofding. Dus je gaat echt helemaal naar die, die duisternis van het vegetatieve, de donkerte van het oerwoud. En de vraag is natuurlijk: uh, ja, dat is wat we in Vietnam hebben uh, uh, opgezocht, althans de Amerikanen. Uh, uh, dat wordt verbonden met de uh, Doors. Uh, hè, dus daar komt, daar komt ook iets van die heart of darkness tevoorschijn. En bij de Doors wordt er natuurlijk uh, met Morrison op, op een soort, uh, ja goed, wat, wat, wat adolescenten manier gespeeld met, uh, met, met, met het Freudianse motief. Hè? Van uh, father, yes son, I'm gonna kill you. En dat, dat verwerkt hij natuurlijk. Maar ook wel die dood. Die dood en die, die moord en... De uh, uh, blue, blue bus is calling us, driver where you're taking us, het gevoel van um, de, de desoriëntatie. En dat is, dat is het motief van ergens de, uh, de, dus in die popmuziek, in die, uh, uh, die lijn van de doors. En, en ja, je kan ook naar Janis Joplin uh, uh, wijzen, maar de doors zit dat dieper in mijn... Uh, dus wanneer Janis Joplin zingt van uh, Freedom's Just Another Word, For Nothing Left to Lose, dan zie je ook van, uh, ja, dat is een ander soort vrijheid dan de, de, de bevrijding. En voor mij is dat natuurlijk een belangrijk idee van, jongens, ja, je moet niet doen alsof in de jaren zestig het alleen maar uh, uh, heil was. Maar je ziet al, als je naar die, die popcultuur kijkt, en naar films uh, kijkt, dan zie je ook een, eigenlijk een donkere, donkere laag van desoriëntatie. En die, en die desorientatie, die, die, die blijft door die decennia heen, blijft die lopen. En die speelt heel erg in die, in die jongere cultuur. En had even van, uh, vanuit mij, vanuit fashion, ja. uh, zeg maar. Want het was ook juist heel, heel erg die, uh, het heet flower power... maar ook die, die bloemen, die ja, kansen in je haar. Ja. Uh, uh, dus die, die aarde die waar je eigenlijk weer terug respect voor moest hebben... Uh, dicht daarbij willen zijn... naakt lopen of half naakt. Ja. Uh, ja. uh, juist het, het verbindende uh, daarvan. Pauwt ja. die ook het, het, het mysterie daar weer van opzoeken. Inderdaad ook wat meer occult. De geur ook patchouli. Weet je wel, wierook. Uh, het, was, het, het, het probeerde in een soort ander soort stemming daarmee uh, daar te komen. Absoluut. Mm, maar ook die donkerdere kant van, van die uh, ja. aarde... Ja, ik bedoel, uh, ja, je kan daar. Uh, ik, ik, ik had er nog veel verder over uit kunnen wijden. Maar dat, kunnen maar we dat nu is nu. Doen. Dat kunnen we nu doen. Uh, nee, maar neem uh, dus wat je, wat je zegt. Kijk, um, die bloemenreligies, die horen bloemen uh, die, die natuurlijk bij, bij de aarde, aardegodsdiensten. En, maar daar zie je vaak, uh, en Hilman heeft er veel over geschreven, en uh, ook mensen als uh, Joseph Campbell maar in die bloemengodsdiensten wordt nogal zonder schat. Die, die hebben ook een hele donkere kant. En wij, wij zagen zeg maar de, uh, de, het, het de... De bloemetjes in het haar. De bloemetjes in het haar. En uh, eh, paai pa zijn Vree. En het allemaal liefelijk. En, uh, maar, maar kijk je naar de, die vegetatieculten. En dan zie je wat ik al zweven zei. Dat, het, dat, dat juist die, in, in de vegetatieculten zit heel erg het idee van, van sterven en weer opstaan. Dus dat is een en uh, ook soms men, mensenoffers die gebracht worden, jongere offers die gebracht worden, die, uh, gebracht worden. Uh, omdat die uh, ja die zijn een bevestiging eigenlijk van die cyclus. Uh, en uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen wij hebben een, in, de, in de jaren zestig wel heel erg maar één kant naar boven gehad van van moeder aarde. Uh, en uh, de, die duistere kant die kwam vanzelf ook. Het is dus Marilyn Manson. Uh, he, dus die... Uh, zeg ik nou goed? Die, ja, dat zou kunnen. Uh, ja. die, 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 die die moordenaar van um, uh, uh, de vrouw van... Um, uh, de regisseur. Ja, de, 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 de Roman Polanski. Ja, ja. Ik moet het maar even terughalen. Ja. Maar die... die um... Charles Manson. Charles Manson, Marilyn is the band. Ja. Is dat. Ja. Um, Charles Manson. Maar de, daar zie je ook, hoe zeg maar, die, die, die cultus van uh, de roes en de beleving en de drugs. Uh, ook een hele grimmige... Om niet te zeggen uh, uh, yes, uh, sinistere of zelfs satanische kant uh, uh, krijgt. Maar is die drugs, heeft die inderdaad wat je het nu inbrengt? Dat wilde ik ook inbrengen. Die drugs. En dat het soort omarmen van die drugs, dat die een, een, echt een verruiming geeft. Ja ik, ja, ik spreek over de geest, geestverruiming of geestvernauwing. Ja, ja, het ja. Is maar, net maar die ja. werd toen in ieder geval toch wel ook gezien Absoluut, als verruiming. verruiming en, en daarmee ook die donkerte uh, binnenhaalt. Ja. Uh, de discipline misschien ook. Wegduwt ja. vanuit de jaren 50. Ja, al die gezagsverhoudingen dus, die te maken hebben met. Ik moet bepaalde zaken onder controle houden, beheersen. Ik heb mijn plichten, ik heb mijn burgerlijke opdracht. Ik heb... En nogmaals, dat kan ik ook behoorlijk verstikkend vinden, even voor de duidelijkheid. Maar als alles dus aan de kant wordt gezet en dan wordt de deur dus ook opengezet voor iets anders. En, nou ja, goed, die, die hele opkomst van die drugscultuur uh, vanaf de jaren 60. Um, ja, LSD dat, dat, was toen natuurlijk een... Uh, ja, bij, bij de hippies, hè, de, 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 natuurlijk zowel uh, hash en uh, de marihuana, LSD. Uh, Opium. Uh, 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 ja, later kwam daar dus de, 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 de meer over, overgang naar de jaren 70. Zie je dat daar dan meer um, uh, de, de heroïne, cocaïne acid uh, er, erbij komt. Zeg maar. Dat is... Uh, dat het in het begin uh, wat, wat, wat vreedzamer uh, er nog aan toe ging. Ja. Maar, maar goed, die, 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 um, die roesachtigheid die zit dus ook precies in Apocalypse Now. Helemaal. En uh, ook alsof het één grote droom dan wel nachtmerrie is, ook een soort surrealistisch. En dat is voor mij ook wel, um, wel belangrijk. Uh, omdat één van de. En dat, dat, dit boek eindigt met Schaduwen van Vrijheid, hè. Dus, dus het boek waar ik aan het werk was. Um, maar wat ik uh, in toenemende mate uh, eigenlijk ben gaan doen... en dat zit ook uh, in de verschillende lijnen in dit boek... is dat wat, wat wij de normale werkelijkheid noemen... dat daar ook een heel droomachtig uh, aspect aan zit. En, 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 en dus, dus dat in onze ogenschijnlijk uh, nuchtere, rationele wereld... eigenlijk veel meer betovering zit dan we doorhebben. Dat de manier waarop we kijken, de ogen waarmee we kijken... hoe we volgens handelen... Um, dat daar ook iets in zit wat we zelf niet doorhebben en in de blik krijgen. En, en daar heb je kunstenaars voor nodig om dat zichtbaar uh, te maken. Nou, je en, spreekt van betovering en ontovering. Ja. Heel mooie. Ja, dus iedereen heeft het, sinds Max Weber over de ontovering. Maar voor mij is dat eigenlijk een nieuw soort betovering. En uh, als je naar de 20e eeuw kijkt, dan uh, zie je ook uh, ja, wat voor wanen uh, mensen zijn meegegaan. En, en voor mij is dat niet iets van... oh, oh ja, dat was toen. Nee, wij, daar zitten wij ook op een eigen manier nog steeds in. En, en, en voor mij was dus ook de, de hele uh, ontwikkeling rond corona... ook een manifestatie van een bepaalde... je kan zeggen, een bepaalde manier van kijken... een bepaalde manier van voelen. En waarbij je zelf niet goed door hebt wat je aan het doen bent als samenleving. Ja, dus, en, en, en Matthias noemde dat natuurlijk die... Uh, uh, die, die massa -afvorming. Maar voor mij is het die vraag van ja, waarom deze vorm uh, en waarom deze gedaante. En, en daarin zitten dan, ja, je zou kunnen zeggen, uh, archetypes. Of wat vroeger goden of titanen werden genoemd. Uh, en, 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 en dat zie je uh, wanneer je op die manier naar de tijd kijkt. Van, van hey, mensen zijn bevangen door iets. En, en dat schetst natuurlijk Coppola in, in uh, Apocalypse Now. is een openbaring van die waan. Die van, uh... Ja, baanhallucinatie. Ja, uh... ja. En, en ik denk als je daar uh, als militair rondgelopen hebt, dat je. Uh, ja, die mensen zeggen ook allemaal een tik van de molen meegekregen. Dat geldt ook voor die mensen die natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven lagen. En, uh... Ja, voor iedere oorlog. Voor iedere oorlog. Ja, dat is een. Uh, en, en, en daar zeggen de Grieken, ja, daar komt Ares. Weet je. Daar komt de god Ares. En dat is de. Dat is de de Purphéros Theos. De. de de, 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 ja, de vuurdragende God. Hè, die, uh, en, en wat doet dat vuur uh, met je? En, 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 en dat is wat, wat de Apocalypse uh, nou laat zien. En dat is dat, denk ik ook wat, wat er nu in de Oekraïne uh, gebeurt. Weet je? Ja, maar dat, dat, dit, dit voelt uh, zo. Uh, ja, ja, warm, hallucinerend, uh, ontwrichtend, uh, ja. demonen. Uh. Wat het, het uh, zweet. Uh, ja, zo opent het ook meteen. Ja, ja dat, dat, dat uh, vuur, vlammen. En hoe we ons verhouden tot Oekraïne is, vind ik, dat als je dan ook weer over tijdgeest hebt waar we nu in zitten. Ja, met, dat maar, is, dus, verhouden we ons zo anders tegen ja. dan als je het ziet hier ja, tegen die Vietnam. Dat is waar, maar je moet niet vergeten dat die film, en, en daar, zo beschrijf ik ook, maar uh, die. Dat dingen naar boven komen die uh, eerder zijn gebeurd, maar die later pas tot uitdrukking komen. Dus, dus je zou kunnen zeggen, ja, de doorstaan aan het begin, hè, maar, maar het is niet voor niets dat aan het eind van de jaren zeventig uh, uh, de, deze film uh, die vorm, opkomt. Die vorm krijgt. En, en, en dan pas ook uh, al, die, al die veteranen mee, uh, wat, wat jarenlang verzwegen is, en wat voor gekte die hebben gezeten. En wat, voor, wat voor hel die hebben uh, doorgemaakt. En, maar ook wat ze zelf hebben aangericht. Weet je, dat is natuurlijk. Uh, het, is, het is dubbel. Maar dat heb je altijd als zodra uh, oorlog woedt. We zeggen niet voor niets woede. Woede, dat woedt. Dus dat is een. Het uh, uh, dat is, dat is inderdaad als een soort uh, pandemie. Als een ziekte die zich verspreidt. Uh, bij bij Sophocles zie je ook dat uh, uh, in de. In de Oedipus Tyrannos, dat. dat uh, wanneer de pest in, in, in de stad heerst. Hè, dat, dat die. die wordt ook. Uh, eigenlijk in verband gebracht met, met. de god van de oorlog. Interessant ook als zo aan corona denken. iedereen begonnen. of ben begonnen ook in oorlogstermen. Ja. ja? Dus daar dus zit een. Ja. Dus dat er, en dat okay. voelde je. Dus dat er zat ja. een verwantschap. met. met oorlog. En, en dat, dat je dus gekke dingen gaat doen. En. en, en, en dat, 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 dat is waar ik. Uh, ook, ook als cultuurfilosoof... maar met mijn achtergrond... Uh, uh, heel erg... Uh, in, in geïnteresseerd ben... Het, het, hoe het mythische daar... Uh, de kop op steekt. Ja. Is, ik, kan je dan ook... De, die fragmenten die jij uh, kiest... Uh, of het nou filmseries... muziek... kijk je daar ook eigenlijk een beetje naar... als de hedendaagse mythologie? Of dat? Ja. Ja, dus, dus het... Uh, ik, en dat, dat zegt ook iets over mijn methode. Hè? Dus um, uh, mensen zullen misschien denken: wat, wat is dit? Ja, ik, op een bepaalde manier sluit ik aan bij uh, wat, wat Plato en Aristoteles met name Plato ook wel doet. Um, en maar wanneer, wanneer die een voorbeeld geeft, de, dan is dat een Grieks dat een paradigma. Hè? Maar het Nederlandse woord voorbeeld is eigenlijk een mooie uh, een vertaling, toch wel. Omdat het, het is een beeld dat staat voor iets anders. Het is, een, het is, dus een, het is zichzelf, maar nog meer dan zichzelf. Uh, en, en daarom gaat het om pakkende voorbeelden. Je moet de goede voorbeelden kiezen. Je moet, uh, maar je moet ook zo kijken dat, je, dat, dat bepaal, uh, bepaalde gebeurtenissen... Uh, en, uh, iets, iets kunnen openbaren van, van wat er leeft in een, in een, in een tijd... En, en dat zijn gewoon... Dat hem in de details. Eén gebeurtenis die, die zegt iets over een periode. En zoals... ja, ik vind het zelf ook altijd een beetje omgedraaid. Want één gebeurtenis zegt iets over die periode. Maar hier is een kunstenaarsvisie overheen gegaan. Dus zeker. Die kunstenaar die heeft dus geluisterd... naar wat er resoneert ja. in de tijd. En die heeft de juiste vormgeving Precies. beeld aan gevonden. Ja. En dan zie je dus ook van... ja, dan wordt het een grote hit. Of dan wordt het een bestseller. Of omdat hij zo aansluit. En eigenlijk vormt hij dan mee de tijd. Absoluut. Nee, helemaal waar. Uh, dus, ik, ik, dus wanneer ik het over dat voorbeeld heb... Ja, dan maak ik natuurlijk een selectie. Uh, soms gaat het over een gebeurtenis. Maar soms is de gebeurtenis juist een, een kunstuiting. Een, een die dus al door een. Die alweer resoneert. En ik, ik ben heel erg dus in dit geval ook van de populaire cultuur uitgegaan, omdat daar, uh, als het ware, de stemming van uh, de tijd bij uitstek in uh, tevoorschijn komt. Uh, dus je ziet iets van het eigenen van, uh, van die tijd. En, Um, ja, dus wanneer Coppola dat doet, dan is dat de verwerking van de 60s, Het is dus ook een verwerking van de 70s, Ook een soort afsluiting van die periode. Uh, tegelijkertijd ook, uh, ja, als, als een openbaring... Um, een, een, um, uh, ja, een, een... bijna een, een verbeelding, een tot, een tot beeld brengen. Een uh, in, in beeld krijgen van, van, van wat daar nou eigenlijk uh, gaande was. Ja, en... en eh, en dat is een, een, een beeld dat zelf, om het kant te spreken. Eh, het begrip putt de aanschouwing niet uit. Eh, dat wil zeggen, ja, het is niet zo oh, oud, het is dit en dit en dit. Nee, het blijft als het ware roepen. En, en, en zo probeer ik eigenlijk ook die tekst te schrijven. Van: Ik draai om iets heen, weet je wel? Oh, ik, ik ik, mijn, mijn aandacht cirkelt om iets heen. En dat. En, en als je daarin gaat, dan, dan begin je, je die gestalte uh, beter te vatten. Maar dat is eigenlijk wat, wat een koppelaar bijvoorbeeld ook doet. Ja. Hè? Dus de, ja. die, die, die draait er ook eigenlijk omheen. En die geeft allerlei soorten ja. Ja, informaties, sferen, kleuren, geluid... waardoor je dus ja, in een bepaald soort stemming of gevoel komt. Ja, absoluut. En dat is dat maar het, uh, het, een soort van schrijven... Uh, wat dus uh, anders is dan uh, ja, discursief een uh, gedachtegang van A naar B, waarbij je zegt: dit volgt, en dat volgt en dat volgt. En ik heb deze cijfers en die en die. zitten voor een deel ook in het boek. Maar, maar dit is een andere. andere ja, ik, ik heb jarenlang heel intensief muziek gemaakt. En, uh, en, maar dit is ook een soort. Dit zijn de muzen. Dus je, je bent aan het muziceren op een bepaalde manier. Of aan het componeren. Aan het, uh, dus het is, het is ook weer een. Reactie op, bijna een kunstige reactie op zo'n kunstwerk. Zeker, vind ik, ja. vind ik ook. We zitten nog maar bij één. Ja. We, we zijn een half uur verder. Ja. Maar uh, ik zou heel graag de volgende: uh, Greed is Good van ja. uh, de film uh, Wall Street. Ja. Ook een hele iconische film, gelijk ook in een andere tijd, andere ja. sfeer. Ja. Of mis jij nu iets dat je denkt. Nou, ik wil nee, het nee, maar we kunnen nog wel een keer terug naar de Sixties ja. uh, op een ander moment. Maar uh, neem eens prima. Creed is good. Ja. Dat is in één keer een heel andere sfeer. dan, dan die we net bespreken. Ja. Daar vind ik het gewoon wel mooi om, als, je, als we deze twee fragmenten nu zeg maar even soort pakken, dan ja. denk dat we dan ook beter begrijpen wat jij ja. probeert te doen. Ja, dus um, kijk, okay, dit is een film uh, uh, die natuurlijk even, eveneens een, uh, een periode markeert. Waar Apocalypse Now uh, uh, zeg maar meer een terugblik is. En uh, waarin tegelijkertijd natuurlijk wel iets onheilspellends voor de toekomst uh, duidelijk wordt. Uh, is, uh, ja, de, uh, Wall Street uh, met Gordon Gekko is, is eigenlijk een uh, ja, visionaire vooruitblik. Alright. Laten we first even yeah. Greed in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind. And greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Nou, in het geheugen gegeven bij mij. Maar inderdaad, is ja. het voor mij ook een vooruit, zo zie ik hem ook. Die kijk ja. vooruit. Ja, dat is echt. Uh, ja, visionair, inderdaad. In de zin dat uh, wat, wat, wat hier wordt uitgedrukt, uh, ja, decennia lang de toon zal uh, aangeven. En dit toch in een vrij vroeg stadium. Ik, ik weet niet meer wanneer de film. Volgens mij is het. 83 of zo? Of, ik dacht 86. Ik weet het ook niet. Het kan, kan inderdaad iets later zijn. Ja. Um, um, ik, ik twijfel er namelijk. Zou ik zo'n 86 ja. of 83? Maar, maar uh, ja, het geeft aan uh, hoe. 87. Um, 87. Ja, ben ja, je dat echt 87? Ja, 87? Ik wou het namelijk zeggen, maar ja. ik denk van uh, <laughs> laat ik dat nou niet doen. Maar uh, uh, het, het, geeft, uh, het geeft inderdaad aan hoe. Uh, uh, de, de, Waar, waar Apocalypse nou dus die, iets beëindigt, eh, zie je eh, hoe deze film dus inderdaad eh, vooruitgrijpt. En eh, die omslag in de jaren tachtig, die, die houdt mij ook in mijn boek nogal bezig. Eh, dus ik probeer te begrijpen, hoe kan het nou dat de generatie eh, die, die zo een nieuwe wereld wilde scheppen, die zo'n fundamentele kritiek had op de consumptiecultuur, die... Die eigenlijk alle essentiële vragen heeft gesteld hè, naar, naar ons lichaam, seksualiteit, instituties, maar op, op allerlei punten ook de, de, ja, toch de, de, de markt en het kapitaal heeft bekritiseerd. Hè. Hoe, hoe die uh, dat in de jaren zestig uh, met verven tevoorschijn brengt, soms ook heel heftig in de jaren zeventig. Ik schet ze ook de opkomst van de Rote armee fractie Uw rechtsstaat is niet de onze. En hoe dan diezelfde generatie... naarmate ze meer macht krijgt... uiteindelijk zelf de onze onder maakt... naar nou, keihard uh, uh, materi materi materialisme. Uh, en... en ik zei al, Apocalypse nou is ook een film van het einde. Het is ook de desillusie. Ik schets in de jaren zeventig ook hoe de punk opkomt. En hoe je in de punken eigenlijk al hoort... dat de anarchie zegenviert, men ook de bevrijding eigenlijk naar het formeloze toe gaat bewegen. Eigenlijk zich tegen iedere orde überhaupt... Uh, verzet. Uh, ook, ook de linkse idealen volledig uh, belachelijk maakt. En het, en het soort van uh, humanisme wat daarin uh, schuilgaat. gaat. Ja, daar heb je bijvoorbeeld op de playlist. Hein, no future, God Save the Queen, Sex Pistols. Ja, was ja, in? De ja, en, 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 en ja en natuurlijk. Uh, ja, God Save the Queen, een uh, fascist regime. Uh, dat, wij in Nederland hadden we daar de variant uh, van de krakersbeweging. Uh, dat is uh, FTA van de Heide met, uh, met zijn hele trilogie over de hanen... Uh, met die hanenkammen. Uh, 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 ja, dat was natuurlijk bij ons zeg maar, de, de, de verzetsbeweging. Uh, maar ook op een bepaalde manier het, het, het dystopische van de bom... van Doe Maar, van ja, dat, No Future... Ja, dus dat, dat is uh, wat, je, wat je begin jaren tachtig uh, heel sterk ziet. Uh, dus dat is weer na de punk. Uh, althans, de, of de punk neemt dan een, een iets uh, min, minder, uh, nou ja, daar moet je er voorzichtig mee zijn. Maar je ziet dan hoe de new wave opkomt. En daar zit een hele sombere ondertoon in. Ja, Joy Division. Ja, dat is inderdaad, bands als Joy Division, uh, uh, iets bekender is The Cure... Die, uh, ik, ik, de kijker, die Robert Smith, ziet er inmiddels uit als een oude oma met een, een soort haren van een, uh, denkt van... Maar ja, het is wel een, een zeer getalenteerde muzikant. Hè? Maar die, die toen in die periode, uh, met, met name zo die eerste platen, niet zijn allereerste, dat valt nog aan mee. Maar de, uh, de, 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 de platen, ik doe het allemaal uit mijn geheugen te plekken nu hoor. 17 Seconds, uh, met nummers als A Forest en zo en uh, maar ook later het uh, uh, de, 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 de album pornography um, ja die, die dat, dat waren echt zware zwa, zware new wave platen somber uh, veel weldsmerds om het zo maar te noemen ook liefdesmerch ja ja, zeker. Dus, uh, dat zeker. Is, dus ook, zeker. Dat ook dat verlangende, uh, ja. wat maar niet ingevuld werd. Ja, zeker. Dat, 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 dat hoor je bij The Cure, maar natuurlijk ook, ook bij, uh, bij Joy Division zit het wat meer verkapt. Hè. Love Will Tear Us Apart. Ja. En het is uiteindelijk ook een mislukte liefdesgeschiedenis waar hij op sneuvelt. Een affaire die, die hij uh, die die heeft uh, met een Vlaamse. Ja, maar verband. als je dat vanuit de jaren zestig, zeg maar, ook dat, dat ideaal van een bevrijde relatie. Ja, dat is, dat, daar is dat natuurlijk veel minder uh, euforisch. Uh, uh, ook daar zit veel, veel meer. Uh, uh, ook, ook veel meer die sombere kant, uh, om, om het zo maar te noemen. Uh, en dan krijg je die gekke omslag, zo rond 83, 83, 84. Uh, en dan gaan plotseling ook die new wavebands. Uh, die, die uh, Simple Minds komt met New Gold Dream. Uh, promised you a miracle. En dan wordt het plotseling. Bowie. Uh, Bowie, Let's Dance, ik haal het ook aan. Voor Scary Monsters. Je ziet, plotseling slaat dat om. En, dat is, en, en, en dan zie je dus ook dat die, ja, die, die doem-sfeer... Uh, uh, waar, waar, waarmee de jaren 70 eindigen en begin jaren tachtig... Zaten of, er ook zo lang ja, in, Ad. Allemaal, allemaal zwart hè, waren we gekleed. We ook. hadden wat licht nodig. Ja. Dus ik had het zelf ook. Ja. Ik, ik moest, ik ging, uh, Alleen water. maar zwart droegen we, inderdaad. Ja. Het was zo donker en somber. En dat je ook, zo voorover. Ja, voorover. En als je aan elkaar vroeg: ja. van hoe gaat het? dan zei iedereen. Ja, ik zeg maar niet het ene woord, maar gewoon slecht. Ja. Ja. Iedereen zei: ja. je gaf nooit het antwoord: het gaat goed ja. hebben." Nou ja, ik was altijd wel een beetje. Uh, 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 maar, maar ik zat wel in die weef. Eh, maar ook, ook, ook in die beweging uh, van uh, dat ik het uh, dat ik daar absoluut uit wilde. Dat is uh, uit, uit dat soort neerslachtigheid. Dat, uh, ja, voor... Maar zo moeten we denk ik ook misschien die film Wall Street zien. Nou ja, dat, dus ik, ik. We hadden ook allemaal geen geld hè. Dus we, we leven van een appel en een ei. Nou, wat, ik, wat ik schets is eigenlijk hoe die, die, die desillusie, eh, die in de eind jaren zeventig doorbreekt en. Uh, uh, waarin die, die, zowel die romantische idealen van die 60s als meer ideologische uh, idealen, uh, 70s, uh, de woongemeenschappen, uh, alles wat men heeft geprobeerd, uh, ja, dat loopt eigenlijk op zijn einde. Uh, de punk maakt korte metten mee, uh, illusieloos. Maar in de punk zit ook een, uh, een illusieloos opportunisme. Van ja, weet je, mensen zijn gewoon, uh, je moet gewoon pakken wat je pakken kunt. En uh, de, de orde, ja, interesseert me geen flikker. En, en ik zeg eigenlijk dat die, dat, die, dat, dat uh, subversieve van de punk um, ja, krijgt in de filosofie een, uh, zijn, zijn manifestatie in het denken van iemand als Foucault. Ja, dus die, die, die hele ja, laten we zeggen, analyse van de moderniteit in termen van macht. En, en het ontregelen van macht, wat je bij Foucault ook ziet. Ja, daar zit een heel. Hij is een soort punker in de, in de, in de, in de filosofie. Ik heb het ja. nooit zo gezien, maar heel ja. ja, om er zo naar te kijken. Ja, ja dus ik, ik, uh, de, de, de andere verschuivingen zullen we ook nog wel opkomen volgende keren. Uh, maar het dus, is de beweging richting de taal, uh, die je heel sterk ziet bij, bij mensen als Derrida. En heel de taalfilosofie. En dat, dat bereidt in combinatie ook de hele woke voor. En, uh, en, en dat hangt samen ook met die virtualisering van, van, ons be, van ons bestaan. Maar goed, laten we even bij Foucault blijven. Dus dat is die, 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 hè? Dus die aanval, uh, of het zien van die orde überhaupt als een soort repressie. En het idee dat dat geïnternaliseerd wordt. En dan zie je natuurlijk. Uh, hoe de, de, de punk uh, in die periode. Niet per se door Foucault geïnspireerd hoor, soms wel. Maar hoe die punk in die periode eigenlijk zich, die, 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 al die. Uh, or, ja, eigenlijk wil uh, on, ontmantelen. Uh, tegelijkertijd. Vanuit armoede ook, hè? Ja, tege tegelijkertijd uh, heb ik dat, de punk zelf ook altijd behoorlijk burgerlijk gevonden. Uh, uh, omdat ze heel erg op codes vastzat. En dan zie je eigenlijk al die. Uh, ik, ik herinner me nog dat ik, als ik dan ging. ging wel eens uit in, 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 uh, in België. Uh, in die periode. Zodat ik 17, 18 was. En dan ging je naar, naar het, het toilet. en dan uh, stond je, waar je net op de dansvloer gestaan. en dan stonden de punkers echt hun harenkammen. die moesten wel precies zo eruit zien. Nou, weet dat, je wel? Is ja, dat is het esthetisch. Ja, maar dat is dus super burgerlijk. En want dan ben je dus heel erg van. oh, uh, wat. Zit het allemaal wel precies zoals het moet? Oké, okay, zo zou ik het niet zien. Je, het, het moet precies zoals het moet om tegen het establishment ja, te zijn. Ja, maar dat, dat is zelf heel erg regelgeleid gedrag, waarin je ook uh, uh, mensen, als het ware, gaat beoordelen op uh, de kleur van hun hanenkam. En, en, of, op of codes. Wel, op, allemaal op die codes. En dat noem ik het burgerlijke draan, zeg maar. En van, uh, maar ja, ja, had dat ook. Dat heeft dan eigenlijk iedere stroming. Ja. Nou, dat is, dat is ook heel fris als je er zo over kunt denken. En dat is in ieder geval iets wat ik toen al heel vroeg had. Van ik, ik heb niks met ja, allerlei uh, modes, waarin er allemaal, allemaal codes. De, het, het... Ja, maar dan kom je uit bij de spijkbroek, bij het niks. Of bij nee, de, nee, de joggingbroek. nee. Maar dan kun je, wel, tuurlijk, je kun wel een bepaald soort esthetiek hebben, maar, maar niet om, om bij die groep te horen. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Wat voor een gedachtegoed staat? Ja, of, of vaak ook niet eens echt een gedachtegoed, maar gewoon een, een identiteit die, die heel erg door dat uiterlijk wordt gedefinieerd. en daarmee een, een, hoge mate ook een symbolisch uh, karakter heeft. Daar heb ik, heb ik niet zoveel mee. Dat is tot op de dag van vandaag is dat een. Uh, dat komt ook in het boek terug. Dat is, dus die, die codes die, die we ook in de woke zien. en, en, en eigenlijk allemaal uh, vormen van identiteit die heel sterk in die uiterlijke verschijning. Uh, Gaan. Ja. En als we dan naar de goed, film van ja. Wall Street van 1987, want nu bouw jij een beetje op ja, die, dus, die dus, film. Ja, dus, dus die, 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 die 87 film, uh, die, die zet natuurlijk heel mooi neer hoe, hoe uh, geld dan de laatste maatstaf wordt voor alles. Uh, die. Uh, die ook geen morele horizon meer kent. Dus, dus ja, dat, dat je zou kunnen zeggen: hier wordt bijna een soort paradigma van uh, het neoliberaal, wat ze neoliberalisme zijn gaan noemen, uh, verwoord. Um, ja, dus dat idee van greed is good. Het ja, natuurlijk een om, om, omkering. Uh, traditioneel is, de, is, is, is hebzucht. Uh, is, is iets wat, wat, uh, ja, wat vervoerlijk is. In de traditie van de deugdethiek is, is dat uh, een, 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 een ondeugd. In de christelijke ethiek is het zelfs een soort dood, uh, doodzonde. Maar dit is ook weer een uiting, een kunstuiting. Die zin resoneerde. Absoluut. Zo, die heeft gewoon. Ja. ja, de hele tijd gewoon gevormd of meegevormd, of die zat spot-on op de tijdgeest. Ja. Um, maar die heeft het zo goed gevat. Ja, ik denk ook dat. dat uh, het was natuurlijk een kritiek, evident. Uh, tegelijkertijd uh, uh, ja, is die Gordon Gecko ook een soort iconisch figuur geworden. Die. Die mensen ook hebben geïmiteerd. Die... Ja, maar ook een, een manbeeld die woest aantrekkelijk ja. is. Een man ah. met macht en geld. En, en dat, niks met ethiek die dat, die dat. Ja, en dat schets ik ook. Van dat is ook en je ziet dat in de jaren tachtig, juist in reactie op, op uh, zeggen, de grote economische problemen in de 70 dat, dat je plotseling ziet hoe, hoe die economie en bedrijfskunde. dat dat allemaal hele populaire studies worden. Vanuit het idee van, oh je kunt dat soort wetenschappelijk uh, uh, en, en dat kun je goed en dat kun je slecht doen. En dat is een wetenschappelijke manier om uh, het hoogste rendement te behalen. En ja, dat, um, uh, daar hebben we deze uh, mensen voor nodig. En die kun je opleiden. En, en, en als je dat helemaal eigen maakt, nou, dan kun je ook nog de, dat type harde zakenlieden krijgen. En, die, en dat worden dan nieuwe iconen. Dus het gezag, voor zover er nog gezag over is, is een soort combinatie ofwel van, van die. Uh, succesvolheid... van, oh ja, Gordon Gekko, wow... Ja, even naar luisteren waarom, ja... hij heeft het zover geschopt, weet je wel... die is gewoon rijk... En, uh, dus, dus uh, voor zover het gezag is... is het gebaseerd op dat uiterlijke... Uh, succes... en dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je zegt... Van, nou, dat is een praktische wijsheid, of wat dan ook... dus uh, het zegt iets over een cultuur... Uh, dat, dat dit resoneert... en dat dat, dat, dat ook... Uh, aantrekkelijk is... inmiddels zijn we daar natuurlijk alweer voorbij... We vinden dat nu, vinden we dat. Maar toen was het, uh, in je, en dat werd zeker de jaren 80, uh, jaren 90. Juppie, je, hey, de, Helemaal hierop gebaseerd. Ah, helemaal hierop gebaseerd. En, en, en zelfs, dat zeg ik ook bij Bowie, zie je dan uh, hey, dat hij ook nog daarin meegaat. Let's dance. Ergens, met ja. Let's Dance. En, Voor de fans was dat een drama. Ik ja, ja. Een drama. Andere, ah, ja. Hij voelde ook weer wel de tijd staan. Ah, ah, ja, en vanaf dat moment is je pas echt geld gaan verdienen. Ja. Nee, want al die, die voorgaande projecten, dat was zo arty. Dat die, en, en hij was ook heel, uh, heel slecht dan me, met, met geld. Maar to, toen heeft hij natuurlijk die, um, um, die producer, um, uh, kom uh, uh, um, van uh, Chic, Nail, um, hoe heet hij nou? Nou, die ben ik even kwijt. Maar in het boek staat hij netjes. Uh, ja, nee, je noemt met... hem een paar ja, keer. Ja. Ik kan hem ook even niet. Um, nou, Rogers. Die, uh, die, uh, die, die produceert dan die plaat. En, maar het krijgt daardoor wel een soort gladde disco-achtige uh, sfeer. Ja, en ook weer en... iets up-iets. Ja, it. uit die donkerte wegspringen. Ja, 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 blijft bij hem altijd wel er een beetje in zitten. Cat People en zo blijft altijd wel. Het wordt nooit helemaal licht, natuurlijk, bij Bowie. Maar. Um... Uh, ja, het heeft wel uh, qua sound is het helemaal, uh, heel, he, helemaal bij de tijd. Ja. En is het dat, dat neoliberalisme wat daar eigenlijk zo aangekondigd werd? In... Ja, of dat is dan al doorgebroken? Ja. In hoeverre zie jij dat dan ten opzichte van de gezagscrisis waar we nu in zitten? Hoe. Hoe ja dus dus zo dus, dus, door? Kijk, neoliberalisme is natuurlijk een stoplap. Uh, het gaat er. Uh, het, 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 ja, een echte neoliberaal zou misschien zo hard omdraaien, hè, wanneer, wanneer we. Maar het is toch de term waarmee nu die beweging wordt aangeduid. En voor een deel klopt het ook wel. Uh, uh, maar maar uh, ja, je moet je moet de verschillende decennia volgen. Dus dat uh, dan moeten we de volgende keer nog maar eens verder uit de doeken doen. Uh, maar. Uh, Kijk, wat ik schets is daar, dat is wel een hele belangrijke overgang. De dus 60s, 70s ethisch. Ethisch is wel een soort scharnierpunt, een draaipunt. Eh, omdat je ziet dat pl plotseling die economische rationaliteit. en dat geldgedreven denken eh, opkomt. Eh, een soort, soort ook affirmatie van die consumptiecultuur. Eh, ondertussen blijft die lijn, die donkere kant, die blijft doorlopen. Eh, dat zeg ik ook. Dat is niet weg. Die. die, die uh, van, de, van, van de van de Punk of de New Wave, eh, kom je uiteindelijk ook weer bij uh, Kurt Cobain en, en de, de hele Grunge sound. En, weet je, dus dat is een, dat, dat gaat wel door. Maar uh, ja, als we dan naar, naar de jaren negentig gaan, het nieuwe Millennium, en, en, en daar komen we uit waar we nu zijn, ja, dan um, uh, is, is, is voor mij de, de, zeg maar de grote. Um, Omkering eigenlijk in de loop van de jaren 80, of, ja, van het nieuwe millennium, sorry. Dat je kan zeggen het systeem wat in de jaren 80 eh, wordt uh, geïnitieerd, de jaren 90 wordt uitgebouwd: eh, van globalisering, grenzen weg, één wereld, eh, ook er is geen andere ideologie meer. Eh, de, 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 de Amerikaanse hegemonie, de, de, het idee van er is het kapitalisme. Heeft de grote overwinning geboekt. Um, greed is good. Uh, in de zin van jongens, gewoon iedereen moet proberen maximaal winst te maken. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. Eh, dus laat op, heel dat marktdenken. Wat, uh, wat, wat opkomt, of quasi markt Nou, dan krijg je vanaf. Ja, markt uh, maar ook. Uh, uh, je stuurt het zelf. Dus... Ja, dus op het niveau van het individu is het. Uh, je bent de regisseur van je eigen leven. Je moet zelfoptimalisatie. Uh, het, het optimum eruit halen. Uh, uh, ook uh, de, de mannen, vrouwen, eigenlijk allemaal hetzelfde doel. Uh, gewoon uh, het maximum uit je leven uh, zien, zien te halen. Uh, en je spreekt elkaar niet aan op ideologie. Dat nee. hoorde ook zo bij. Nee, maar dat was ook. Dus, dat is, dat is, eh, dus paars is typisch een voorbeeld van. Het, het postideologische. Uh, nou, voor mij is dan zeg maar, de, de, de grote omkeren zal de, de, in ons land de opkomt van Fortuin. Uh, dat je ziet van wacht even, er is één groep die kennelijk helemaal niet, zich bevrijd voelt. En die bedreigingen ervaart. Uh, in, in, in onze uh, steeds uh, uh, meer culturele, multicultureler wordende binnensteden uh, van de grote, van de, of, 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 of buitenwijken, van, uh, van grote steden. Uh, dus die in combinatie met natuurlijk de aanslag op de Twin Towers, toch het idee van oh, we, worden, we worden bedreigd. En daar, van daaruit ga ik uh, naar, naar de kredietcrisis, de uh, dotcom-crisis, de, de kredietcrisis, dot -crisis, kredietcrisis en, en, omdat het systeem zelf ste steeds bedreigender gaat worden. En voor mij is dan weer één visionaire film, daar kunnen we het volgende keer over hebben. Daar kunnen mensen ja. alvast gaan kijken. Ja, is dan de Matrix. Ja. Ja, de Matrix. Die noem je, is voor je ook mij... echt vaak. Dat is ja. echt wel. Ja, de, de Matrix grote is eruit. voor mij echt een van de hoogtepunten van de afgelopen 50 jaar. Um, cinematografisch. Niet, niet, niet omdat die nou zo. Uh, er zijn veel, films van Tarkovsky die natuurlijk spiritueel veel dieper zijn. Maar ze hebben zoiets iets te pakken daar over wat er, wat er gaande is. Ja, dat, is, dat maakt die film echt, echt uniek. En uh, uh, ook, 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 ook een film die, uh, die zo ver vooruit uh, kijkt in zekere zin. Dus ik heb er in 2004 ook al uh, een essay over geschreven in Tijd van Onbehagen. Wat is de Matrix? Dat was eigenlijk ook een aanleiding van, uh, van de film. En, en in dit boek. Komt hij ook op gezette tijden terug. Uh, ook, ook als, als zo'n voorbeeld. Uh, als zo'n uh, iconische uh, film. Die, die nu denk ik uh, een stuk actueler voelt nog. Of realistischer voelt. Absoluut. Dan, dan toen dan toen, uh, toen, die toen was het iets dromerigs. Ja. Wat misschien ooit in een ja, hele met science fiction. verre toekomst. Nou... Het is nu. Ja, ja, het, is, het komt, dus dat is knap gedaan. Dat is ja. heel, heel bijzonder. Ja. Ja. Ad, ontzettend bedankt. Ja. Het, uh, ja ik je, heb, je merkt. Uh, ik je heb er komen, ja. komen maar een paar fragmenten toe. Ja, hoor. maar we kunnen ook heel veel nieuwe fragmenten toevoegen, in ieder geval op de playlist van Spotify. Want je hebt ook allemaal weer nieuwe dingen genoemd. Ja. <laughs> dus ja. die kunnen we er ook bij gaan zetten. En uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan uh, nog een keer zitten. Ja, ik vond het leuk. Zeker. Heel goed, dank je. <laughs>